De klas van Komrij. Eigenlijk is dat een iets te groot woord, zou je moeten zeggen, want het zijn klas- en schoolgenoten van Gerrit Komrij. Schrijver, dichter, polemist, recensent, bloemlezer van vele gedichten. En geboren in Winterswijk op 30 maart 1944, overleden in Amsterdam op 5 juli 2012. In zijn jeugd nadrukkelijk aanwezig in het Winterswijkse. Van 84 af woonachtig in Portugal, maar dat belette hem niet om veel te schrijven over allerlei dingen die hem in Nederland wel bevielen, maar vaak niet bevielen. En over deze Komrij gaan we het hebben. Een aantal van deze mensen in deze klas waren vrienden. Een aantal kenden hem omdat ze met hem op culturele avonden en schoolavonden actief waren. Maar wist u overigens dat Komrij niet alleen geschriften schreef, laten we zeggen, in de serieuze sfeer, hoewel, kinderballaden van Boudewijn de Groot, tekst van Komrij, misschien toch ook wel heel serieus. Hij deed aanvankelijk de HBS, maar maakte de overstap naar het gymnasium. En om een sfeertekening te krijgen van hoe dat hier ging op die Rijks-HBS met een gemeentelijk gymnasiumafdeling, meneer, ik moet zeggen Bram Stemmerdink, we hadden afgesproken dat we jij zouden zeggen, Bram Stemmerdink, een lichting, vele lichtingen eerder eigenlijk op de HBS. Hoe was die sfeer in Winterswijk in die tijd? Winterswijk was een klassenmaatschappij, grote arbeidersbevolking, grote boerenbevolking, waaronder ook vele rijke boeren. En dan had je de plaatselijke elite, de notaris, de dokter, enzovoort, enzovoort. Uit die groeperingen kwamen eigenlijk uit de arbeidersbevolking nagenoeg geen leerlingen van de HBS. Ik was de eerste uit de arbeiderswijk waar ik woonde. U woonde in Diepenstraat? In Diepenstraat op school van Henk. Ja. Ik was de eerste uit de wijk waar ik woonde die naar de HBS ging. Ja. Maar toen kwam dat ook langzamerhand op gang. Van dat klassenverschil op school merkte je eigenlijk weinig. Er was toch meer leerlingen onder elkaar die gezamenlijk de lessen volgden, die deelnamen aan het leven van de schoolvereniging, enzovoort, enzovoort. En was er dan nog een verschil tussen HBS en gymnasium? Ja, vind ik wel. Gymnasium was toch, om het maar zo te zeggen, toch nog wat chiquer dan de HBS. Dan ga ik even naar twee gymnasiasten van die tijd, Cootie ten Kate en Mariette Postma. Cootie, dochter van een fabrikant uit Eibergen, op de fiets naar de HBS in Winterswijk? Nou, meestal liever met de bus. Ja. En Mariette, hoe was het voor jou, dochter van een notaris? Ja. Standen? Die zouden er zijn, maar wij voelden dat als kind niet zo. Wij zochten vriendschap op school en dat kon met iedereen. Dus ik kan niet zeggen dat wij dat als gymnasiasten dat standsverschil zo gevoeld hebben. Maar misschien door de HBS-mensen wel, dat weet ik niet. Zou de HBS'en zich toch een klein beetje ondergeschikt hebben gevoeld? Die 550 van de HBS tegenover die 62 van het gymnasium bijvoorbeeld? Zou kunnen. Ja. Wij trokken natuurlijk wel voornamelijk met de gymnasiasten op. En dat was ook een hele gezellige groep, eigenlijk tot Gerrit in de klas kwam. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we het zo nog over hebben. Oké. Dus de sfeertekening was dat er was misschien wel verschil in standen, maar het werd niet zo gevoeld door de leerlingen zelf. Vrienden, ja, Wim Scholz. Ja, ik heb het toch een beetje anders ervaren dan de heer Stemmerdink zegt. Voor mij was de grens het al in het dialect spreken van leerlingen. En vooral ook omdat je, als je van huis uit dialectspreker was en je probeerde Hollands te praten, kon iedereen dat aan je horen. Dus het was zichtbaar, althans hoorbaar, dat je uit een ander milieu kwam. En nou je het toch over hebt, want je spreekt Nederlands, je komt uit een boerenfamilie, waar dialect gesproken wordt. Ja, dat klopt. Ik heb dus heel bewust netjes Nederlands leren praten. Geoefend. Dat is bijna te netjes, zou je kunnen zeggen. Ja. Komrij had een vriendengroep om zich heen. Behoorde jij tot een van die vrienden? Ja, vond ik wel. Maar ik had ook andere vrienden. En er was de band toch iets anders mee. Gerrit Komrij die schiep een afstand enigszins. En waar dat ligt is moeilijk te formuleren. Je zegt schiep een afstand. Ja. En die voelde je voortdurend? Ja, die afstand die speelde hij voortdurend. Ik weet niet of dat bewust was. Ik denk eigenlijk niet. Op alle terreinen, of die nou, het ging over boeken of over wat je had gelezen of waar je naartoe ging of wat voor dingen dan ook. Het ging alsmaar
over, als was dat die afstand erin. Jan Absorber, hier vooraan. Jij was nauw bevriend met Gerrit Komrij. Voelde je dat ook zo? Nee, niet bewust. Ja, ik was me er wel van bewust dat hij allerlei rollen speelde. En in situaties zichzelf een beetje verborg. Maar ons contact was, zeker op het eind van de school, wel zo intensief dat ik toch meen dat ik hem wel een beetje kende. En dat die afstand Kun je zeggen dat hij zijn beste schoolvriend was? Wie ben ik om dat te zeggen? Maar een aantal van deze klasgenoten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik denk het wel. Althans, we hebben samen ontzettend veel gedaan. Ja. Dingen gemaakt, dingen geschreven. Want dat was wat jullie bond, hè? Niet alleen de literatuur, maar toch ook vooral activiteiten van culturele avonden. Het podium, ja. Het podium. Ton Rering. Ja. Was je met hem bevriend of mocht je vriend van hem zijn? Nee, ik had het gevoel dat ik bevriend met hem was. Het heeft niet heel lang geduurd, want ik heb hem eigenlijk pas goed leren kennen in het laatste jaar, 62, 63. En in 64 ook nog in Amsterdam ontmoet en met hem geschreven. Maar na het jaar dat hij naar Griekenland geweest is, heb ik weinig meer contact met hem gehad. Is Griekenland een soort van omslagpunt? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Maar jij was zodanig met hem bevriend dat hij een gedicht voor je schreef. Ja, ik kwam nog wel eens bij zijn kamer hoogboven in de flat van de Openstraat. Om samen over wat literatuur of zo te praten. Ja, want aanvankelijk woonde de familie Komrij in de Iepenstraat. Ja. Vervolgens gingen ze naar een flatgebouw in de Olmenstraat. En daar was boven in het flatgebouw een soort van, ja, was dat een kamer? Eigenlijk waren, bergruimte? Eigenlijk waren het opbergzolders. Alle flats hadden een opbergzolder daarboven. En daar woonde Gerrit? Maar Gerrit, nou, woonde daar, maar in ieder geval was hij daar veel. Ja. Ik denk niet dat hij daar kon blijven, want er was geen toilet bijvoorbeeld. Nee, maar dat is wel het verhaal dat hij daar eigenlijk ook sliep. Dat hij zich veel afstand tot het gezin had veroverd, dat hij een soort van zelfstandige woonruimte had. Ja, dat zou kunnen. Was een tijd ver vooruit. Dat gedicht, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, op een gegeven moment kreeg ik van hem dit gedicht. Ik heb het nooit meer ergens teruggezien. En daar staat, het heet Curriculum Vitae, dus levensloop. En er staat boven voor Tony. En ik las dat zo terwijl hij keek. En toen dacht ik van ja, maar ik heet Tony, zo werd ik toen genoemd. En dus dat is niet voor mij. En ik heb een beetje beschroomd, verlegen gelachen, denk ik. Ik heb niet begrepen wat de bedoeling ervan was. Maar als je het gedicht leest, dan kan je het interpreteren als een geheime kennisgeving. Zou je het willen lezen? Jawel. Er staat ook nog een ondertitel. Die is Troost is een schim, een vers is nooit tevreden. En dan heb ik 4 kwatrijnen, ondertekend met Gerrit Komrij. En die komen hier. Bergafwaarts gaan, maar blijven op de berg. Door vader Jupiter hierheen gestuurd om hard te zijn. Ik vind het erg. Een H staat op mijn mouw ingeborduurd. Halfgod, hebben Haezer, hermafrodiet. De kampen blijven altijd in de buurt. Waar hij mij ziet, ziet hij mij niet. Ik ga mijn gang, ik ga mij schuilen. De straten worden jachtgebied. Leda voor het lichaam moeten ruilen. Het dier verkopen voor het kortste leven. Glasoogig zijn. Mijn God, ik kan wel huilen. 4 kwartrijnen, zeg je. Een dichtvorm die heel traditioneel is eigenlijk. Ja. En als ik goed heb gevolgd, ook allemaal keurig jambus. Oh, dat heb ik niet gevolgd. Ik hoop dat ik het goed voorgelezen heb. Maar wat zegt het gedichtje? Er zitten heel wat verwijzingen in. Ja. Ik kan niet zeggen dat het compleet logisch te volgen is, maar dat was natuurlijk na de 50ers ook niet meer nodig. Het zegt mij eigenlijk dat hij zich een aparte categorie voelde met die H aan te geven. Ja. Dus ik denk wel dat het een signaal is. Maar preludeerde hij ook nog op, laten we zeggen, iets wat hij al voor voelde, een ontwikkeling in zichzelf? Dat denk ik wel, ja. 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 Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Dankjewel. Henk Lammers, even achter in de rij. Ja. Hoe bevriend was jij met Komrij? Ook iets op afstand. Wim Scholz was mijn echte vriend, Ton Rering ook. Herman Hulshoff iets minder. Maar bijvoorbeeld, ik kon gewoon zonder enige vooraankondiging op mijn fiets of later op mijn brommetje stappen en naar Wim of Ton gaan.
maar niet naar Gerrit Komrij. Moest je daar audiëntie voor vragen? Nee, dat deed je gewoon niet. Je deed het niet? Nee, dat deed je gewoon niet. En het is ook zo dat ik Gerrit pas later leerde kennen, toen die in ons geïnteresseerd geraakt was, omdat wij een soort literair genootschap hadden, de Blobbers, ja. En daar wilde hij het fijne van weten. Ja. En toen heb ik hem leren kennen. Maar hij was wel zodanig bevriend dat hij een aantal keren op mijn verjaardag is geweest. En ja, we maakten toen dat contact er eenmaal was, lange wandelingen, waarop we over van alles en nog wat kletsten. Dus in die zin was het wel een vriend. Maar afgezien van die wandelingen waren er eigenlijk weinig gezamenlijke activiteiten. En waar gingen de gesprekken tijdens die wandelingen over? En misschien wil een van de anderen daar ook nog iets over zeggen. Ja, ik herinner me dat niet zo specifiek, maar dat ging eigenlijk over van alles en nog wat. Ja, ik geloof dat op wandelingen dat het niet speciaal verheven literaire wandelingen waren. Nee. Het waren geen verheven literaire wandelingen. Nee, nee. Maar het ging wel ergens over? Of ging het gewoon over datgene waar jongens het over hebben? Ja, ik denk niet over meisjes, hè? Nee. We hadden het eigenlijk nooit over meisjes. Nee. Nee. Waarom? Of waarom niet? Ja, dat is na 50 jaar heel moeilijk te achterhalen. Ja, ik zou het ook niet meer weten. Jan Jaap, was jij ook deelnemer aan die lange wandelingen? Nee. Nee, mijn contacten met Gerrit en mijn vriendschap met Gerrit, die was voornamelijk bilateraal, om zo te zeggen. Ja. Altijd bezig en altijd aan het werk. Weet je, want jullie waren gewoon bezig dingen te scheppen? Ja. En we hadden het ook hoog in de bol, hoor, want er was zeker sprake van enige arrogantie ten opzichte van... Ja, wie zei dat van jullie? We hadden het idee dat we allemaal beroemd zouden worden. Iemand van jullie heeft dat gezegd. Ik denk dat Wim het was, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik kan me ook niet herinneren. Ton, herken jij je erin? Nee. Ik heb ook nooit een idee gehad. Ja, een beetje wel. Wij gaan beroemd worden. Ja. Ging jij ook beroemd worden? Nee. Maar je wilde wel kunst worden? Nou, ja. Ja. Ik wilde wel beroemd worden, maar dat was zo'n stiekeme gedachte dat ik hem voor alle zekerheid nooit heb uitgesproken. Maar jij wilde toch iets artistieker? Ja, ik wilde wel wat artistieks worden en ik aarzelde ook nog of ik Nederlands zou gaan studeren of dat ik kunstenaar zou worden, maar het is uiteindelijk Nederlands geworden. Even van een afstandje ga ik naar West-Onland. Dus herken je dit, dat groepje jongens dat iets over zich had van wij gaan de literaire of de kunstwereld misschien wel veroveren? Nee hoor, helemaal niet. Maar nogmaals, ik heb de klas van waar Gerrit in kwam, de vierde, heb ik maar 1 jaar meegemaakt. Ja. En verder heb ik het altijd, de Lammers en ja, Wim Scholz heb ik later leren kennen. Jan-Jaap Sorbe, klasgenoot. Dat waren wel gelijkgerichte niveaus, zou ik zeggen. Maar Kotieke herkende het volgens mij wel. Nou, ik herken het vooral van Jan-Jaap en Gerrit, omdat die dus op alle mogelijke manieren wilden optreden. Wilden ook, konden ook, want we waren daar heel trots op dat ze waren de klapstukken van de avonden, zal ik maar zeggen. Ja. Maar, dan komen we op een ander aspect, de schoolavonden. Er waren 2 soorten schoolavonden. En dan ga ik naar achter, naar Ad van Dommelen. Ad, ja. Wat voor soort schoolavonden waren dat? Want bij jou gaat het over de HBS-periode, hè? Dat je... Ja, ik zat ook op het gymnasium, maar oké, doet er niet toe. We hadden 2 avonden, de ene heette voordrachtsavond en de andere de grote avond. Ja. Herinner ik me tenminste, hoor. En bij de voordrachtsavond kon eigenlijk iedereen, als hij wat te laten zien had, kon hij dat doen. En de grote avond werd veel meer in stukken gehakt, van toneelstukken en dergelijke. En daar was Gerrit inderdaad altijd heel vaak bij betrokken. Jan-Jaap ook, en ik ook. Ja, want jij vertolkte daar op enig moment een liedje. Nee, dat was op klasseavond. Dat was klasse. In mijn herinnering was het een klasseavond bij Jan-Jaap thuis, maar dat Jan-Jaap zegt dat het een ander feest was, maar goed. En toen zijn Gerrit en Jan-Jaap met een lied gekomen op de wijs van Arne Kleine Nachtmuziek. En dat wil ik best even. Zou je dat hier willen zingen? Ja. Ja? Zeus, een vent die iedereen wel kent, was bedroefd. Hij had geen rode cent, zijn broer Poseidon had het hem weggejat, zodat hij niks meer had en in zijn tentje zat op de Olympus. Dibbidibbidimpus, dibbidibbido.
Zijn vrouw Hera zat in het tentje naast haar ventje en zij weende met hem mee. Van ach en wee, van o en jee. Daar houdt mijn tekst op. Daar houdt de tekst op. Dat mijn was tekst. Jouw aandeel. Ja. Maar hoe komt het dat het zo lang is blijven hangen? Jan-Jaap, heb je daar een idee van? Waren jullie er zo intensief mee bezig? Ach, dit was natuurlijk de kleine nachtmuziek. Ja. Dat scheelt al een stuk. De era Mozart, dat helpt wel. Ja. Maar verder weet ik het niet, want het was natuurlijk een nieuw medalletje. En op die scholenavonden werd er ook muziek gemaakt. Jij speelde banjo. Je hebt hem bij je. Ja, maar niet om op te spelen hoor. Nee, dat begrijp ik. Alleen maar even als reliquie te laten zien. Ja. Omdat hij zeer regelmatig gediend heeft bij activiteiten en optredens van een deel van deze mensen. Ja. Ja. Er is een foto. Ik moet even kijken of ik hem hier snel kan vinden. Maar er is een foto. De gospelfoto. Ook Gerrit, dus deze foto, ja, nog staat met aan een staande bas. Ja. Ja. En nou heb ik begrepen dat hij veel kon, maar twee dingen niet. Sporten en muziek. Klopt dat? Hij staat hier voorop. Hij is ook daar nog bij de feestavond aangekondigd geweest. Hmm. Kortom, wat... Nee, hij kon niet bas spelen. Dat was aankleding, dat was decor. En decorum misschien, dat zegt het ook alweer iets over Gerrit. Ja. Ja. Want soms een beetje een poseur. Mm-hmm. En het oog moet ook wat. Dus ik ga achter een bas staan. Precies. En ik doe alsof ik bas speel. Ja. En ik doe alsof ik kan zingen. Want dat deed hij niet. Nee, heeft hij later trouwens, heb ik gehoord, wel is hij toch wel gaan doen. En kon hij ook best eigenlijk. Maar jullie zongen spirituals geloof ik toen, hè? Hier wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Er is nog een andere foto en die moet ik weer... Ja, die heb ik hier. En daar staan drie mensen op. Mirjam, jij kent deze foto? Mirjam Daan? Ja, die heb ik thuis ook. Ja. Die heb je thuis ook? Ja. Wat zegt deze foto? Ja, Gerrit was mijn echtgenoot in spe. En Jaap was mijn wijze vader, dat weet ik nog. En het was een ontzettend leuk stuk om te doen. En het was eigenlijk heel satirisch, heel erg. Dus we zaten ruzie te maken, want hij was onze buurman en dan ging het over land en zo. Dus we zaten lekker tegen elkaar te schelden. En toen hoorde ik van mijn vader dat hij me ten huwelijk wilde vragen. En toen smolt ik even. En toen dacht ik, oh nee, maar dat wil ik. Dus toen was mijn conflict over het land over. En toen werd het wat. Hè? Dus ik zei ja op zijn aanzoek. En toen werd hij dus, begonnen we onmiddellijk weer te kiften over iets. Dus het was een soort, het was heel satirisch en ironisch eigenlijk, maar een heel erg leuk stuk. En heel compact ook en heel leuk met z'n drieën. En ik vond het heel mooi die Russische sfeer. En ja, het ging om Tsjechov. Ja. Jij speelde daar een rol in. Ja. Jan-Jaap speelde daar een rol in. Ja. En Gerrit speelde daar een rol in. Ja. En Wim? Ja, dat toneelmatige wou ik zeggen, dat zit er voortdurend in bij alles wat je merkt van Gerrit. Hij was al speler in een toneelstuk toen hij nog maar net op school zat, in de eerste klas. Maar het geldt ook voor alle dingen die, als je hem zo tegenkomt. Of dan gaat hem zijn eigen hik, die rare hik. Of je kunt zo gek niet bedenken. En wat, dat was ook wat met name afstand schiep. Hè? Gerrit speelde vaak rollen, daar hebben we het al net al even over gehad. En hij had een aantal tics waardoor hij ook de aandacht trok, zou je kunnen zeggen. Er is het verhaal van flauwvallen om de aandacht te krijgen. Wie onderschrijft dat verhaal? Wie kent dat verhaal? Nee, ik ken niet. Jullie zeggen allemaal van nee. En dat is mij ook opgevallen in de gesprekken die we voor die tijd hebben gehad. Maar het aardige is dat het wel in Verwoest Arcadië staat. En dat dient ten gevolge, een boek uit 1980, door Kees Vens genoemd het belangrijkste boek van Komrij. En daarin staat dit beschreven. En sommige mythes uit het boek worden dus mythes die aan Gerrit Komrij worden toegeschreven. Verbaast u dat? Mariette, verbaast je dat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Zo was hij wel. Ja, ik heb nooit persoonlijk echt toegang tot hem gekregen. Hij was voor mij op van afstand. Van een andere wereld. Van een andere wereld, ja. Maar wij uit Eibergen, of wij alle Winterswijkers, waren ook heel groen. En hij was een tijd zo ver vooruit, dat was mijlenver verschil.
Wes, je wilde er net een opmerking over maken, Wes Onland. Nou, het was even de gedachte, of je opmerking, dat Ad HBS'er was. En, ja, maar nee, het ging niet over de schoolavond. Een gymnasiast. Ja. Maar ik heb later geleerd, mensen die op een echt gymnasium hebben gezeten, namelijk Leidsgymnasia en dergelijke, dat toch een hele andere opvoeding is dan wij hebben gehad. En ik zeg dan altijd maar bescheiden, wij hebben een HBS-opleiding met Grieks en Latijn gehad. En het enige culturele wat we mee hebben gegeven, behalve van de leraren, dat is dat we ooit naar Aeschylus de Perzen zijn geweest. Oké. Rolle van Komrij. Als je in Verwoest Arcadia leest, dan zegt hij op pagina 78... Zijn garderobe was tot het laatste rek toegevuld met harlekijnspakken, brave Hendrik overhemden, jute boetezakken, doodsbittersgewaden en maskers. Schrijft hij daarover zichzelf, Wim? Ja, nou, hij was, dat, wat ik net over had, het toneelstuk waar hij in optrad, daar was hij kok. Dus hij had al een witte kokmuts op en witte kleren aan. Maar je kunt het doortrekken in zijn hele, over zijn hele hebben en laten. Bijvoorbeeld ik kan beter een andere keer een ander voorbeeld noemen. We gaan het hebben over de blobbers. De blobbers was een groep mensen, en er zitten een aantal blobbers. Mag ik even vingers zien? Wie zijn blobber? Dit zijn de blobbers. Wat wilden die blobbers? Waarom waren er überhaupt blobbers? Tom, jij hebt een manifest geschreven. Een blobbermanifest? Een blobbermanifest, ja. Wij wilden moderniteit in het tijdschrift en in de sfeer in de school. Want? Moderniteit, zeg ik maar. Moderniteit? Ja, iets meer aansluit bij moderne literatuur, moderne muziek. Ik herinner me, ik kwam uit Arnhem van school en ik heb alleen de laatste twee klassen van de HBS daarbij. Mijn vader was kruidenier in Velp en verhuisde naar Winterswijk. Ja. En mijn vorige school, daar hadden we mooie woeste rockmuziek in de schoolavonden. En dan kom je daar in Winterswijk en dan gaan ze nog netjes stijldansen en quickstep en Dixieland bandje erbij. Ja, ja, en dat tijdschriftje dat stond vol met van die typische rubriekjes van wat meester zei en wat de klas, verslag van de klasavond. En ja, we wilden graag iets meer literatuur en iets meer woeling in dat tijdschrift. Geloof ik, hè? Jongens? Ja, nee, de jongens zijn het eens. Maar wat vindt eigenlijk een van de grondleggers van de tijdschrift, de schoolkrant Contact, Bram Stemmerding daarvan? Was dit opstand? Nou, wij hebben regelmatig door teksten in het schoolblad grote problemen gehad met de rector en de conrector. Dus toen was Contact redelijk opstandig? Nou, toen deze lichting... Nou nee, dat is een te groot woord. Ja. Je was bij rector Hogeveen en conrector Kater al snel opstandig. Zij bedoelden met opstandig afwijkend van hun eigen mening. En als er iets instond wat maar de school in een kwaad daglicht zou kunnen stellen, in de verte ergens, dan moest je al als voorzitter van de schoolvereniging en lid van de redactieraad van Contact... Kennelijk had dat zo'n grote invloed dat 8 jaar later het blad door Ton, Henk, Wim, Jan-Jaap als... Nee, niet door mij. Niet door Jan-Jaap. In ieder geval door de blobbers werd gezien als, nou, braaf. De leerlingen waren te actief. Ik heb gevonden in het jaarverslag van de school, 2 of in volgende jaarverslagen, dat rector Hogeveen klaagde over het feit dat er zoveel buiten school gebeurde. Nou, mag ik een voorbeeldje van geven? Die voordrachtsavond, die heb ik als voorzitter van de schoolvereniging toen ingesteld. Dat was de eerste keer, met gedichten en muziek en weet ik wat allemaal. Groot probleem met rector Hogeveen, dat hij vond dat dat allemaal van de schooltijd afging. Ja. Dat werd er niet gestudeerd. Maar dat gedoe. Onderschrijven jullie altijd gedoe. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal stond er echt zwart op wit, heb ik gelezen. De school is in eerste plaats een leerinstituut. Terwijl in de volgende jaren werd dat als klacht gebracht. En dit gebeurde allemaal in het begin van de jaren 60. Uitwisseling over met 62, 63. Ja. Uitwisseling met het Libanon Lyceum. Hebben we toen in gang gezet. Grote volleybaltoernooien. Rotterdam. Grote problemen met Hogeveen. Meneer Stemmerding, je bent toch op school om te leren? Toch? Jawel, maar Hogeveen vond toch wel dat hij de baas was. Oké. Goed. Hartelijk dank, Bram.
Maar die bloggers, contact, daar liggen voorbeelden op tafel. Wim, jij hebt een aantal exemplaren van de schoolkrant. Ja, die hebben mooie kleurtjes en mooi omslag. Het is echt iets om te bewaren, zou je zeggen. En progressief de titel ook, contact met die twee keer een K. Het was niet Ik wou zeggen, voor die tijd met twee maal een K is heel bijzonder. Ja, ja, dus men wilde progressiever lijken dan men al was. Ja. Oké. Okay. En jullie waren een soort van, je noemde het zelf, oppositiegroepje. Ton, waar ging dat manifest over? Wat zei dat manifest tegen je medescholieren, wellicht ook de schoolleiding? Nou ja, dat heb ik zojuist al omschreven. Dat we het een beetje saai vonden en dat er wat meer kwaliteit in moest komen. Maar zei je dat ook met hele harde woorden? Ja, een beetje wel, ja. Ik lees liever niet meer voor. Ja, het stond er wel in hoor. Dat klopt wel. Ja. En je hebt ook wel eens lelijk gescholden in die dingen. Nee, dat gaan we nou niet meer over hebben. Maar ik zal een voorbeeld doen. Dan wil ik toch een voorbeeld horen, ja, want ja. Tom wil het er niet over hebben. Wim wil het zeggen. Nou, jij kreeg als antwoord op jouw manifest een commentaar van een zekere PK. Ik denk trouwens dat het Paul Keuler was, ja. En die duidde je aan met poetskatoen en potkachel en zo nog wat termen. Ja, ja, ja. Ja. Kom op. Je had toen net denk ik Mandarijn op zwavelzuur van Hermans gelezen. Ja. Poetskatoen en potkachel. Ja, dat waren nog een aantal van die pinka. Redelijk braaf klinken toch, of niet? Ja, vind ja, ik maar wel. Hij had ook een hele vervelende reactie geschreven hoor. Ik wil het toch wel even verdedigen. Goed, die bloggers. Ja, hoe kwam je in die naam? Ach ja, je had toen literaire tijdschriften die heette Blurp en Braak. Ik denk toch dat het een klein beetje imitatie is. En hoe manifesteren jullie je? Behalve dan door in de krant te schrijven? Nee, verder niet. Verder niet? Ja, we waren vrienden en we zagen elkaar regelmatig. Nee, we zijn niet verder naar buiten getreden. Ik heb begrepen dat, en ook weer uit jullie verhalen, dat Gerrit belangstelling had voor de bloggers, maar niet echt een blobber was. Jan-Jaap, was dat zo? Ik denk het niet, maar daar was hij ook veel eenling voor. Ja. Nee, maar stond hij er? Hij hoorde er niet bij. Nee. Gerrit was alleen zichzelf. Ja. Hij stond op een zekere afstand, zou je kunnen zeggen. Maar toch had hij er wel belangstelling voor, Ton. Ja, Ik denk zelf dat hij, hij was een arbeidersjongen, eenvoudige jongen. Had zich helemaal ingeleefd in hogere cultuur en daar ook grote waardering voor. Maar dat milieu wat bij die grote cultuur hoorde, dat was toch niet helemaal het zijnde, denk ik. En ik vermoed dat hij bij ons iets meer herkenning voelde. En dat hij het ook wel leuk vond dat we gewoon een beetje de zaak op stang zaten te jagen. Maar kun je je voorstellen dat hij ook het gevoel had dat ik moet daar weet van hebben? Ik moet daar misschien wel controle op krijgen, want daar gebeurt iets? Nee. Ik heb geen controlerende neigingen bij hem gevonden. Absoluut niet. Nee. Wel belangstelling, nieuwsgierig. Jullie wel? Hebben jullie dat gemerkt? Nee, nee hoor. Nee. Een ander punt. We hadden het net al even over een zeker standsverschil. En dat werd in ieder geval niet van bovenaf gevoeld, maar misschien wel van onderaf. Zou dat kunnen, Bram? Nou ja, je werd er mee grootgebracht natuurlijk. Kijk, mijn vader die had het altijd over, als hij het over wat hogers had, zei hij, de hoge heren, jongen. Die beslissen toch. Dat was in arbeiderskringen, werd dat zo gevoeld. En wie waren die hogere heren dan? De fabrikanten, niet te vergeten in Winterswijk. De rijke boeren die met de sjees voor de kerk kwamen. En hun plaats opeisten vooraan in de kerk. En dat soort dingen. En daardoor voelde je dat. En door die opkomende arbeidersbeweging nam dat langzamerhand af. En langzaam maar zeker gingen ook arbeidersjongens HBS gymnasium. Je ziet dat in de Ypenstraat op de school Ten Enk waar ik woonde. Herman van Engeland, zoon van de timmerman, is hoogleraar geworden. Ik ben in de politiek gegaan later. Gerrit Komrij, dichter des vaderlands. Drie uit één straat, om de hoek, is geboren. Kortom. Hengeling, de voorzitter van de VARA. Dat kwam dus allemaal op in de jaren 50 in die buurt.
een ambitie die uitgelokt werd door een positie waarin je aanvankelijk het idee had dat je de onderliggende partij was. Ja, maar die uitgelokt werd door natuurlijk niet te vergeten mensen als Drees, die in Nederland het grote voorbeeld gaven. Nu gaan we bijna een politieke discussie aan. We gaan het niet over interne Partij van de Arbeidszaken hebben, nee. Want dan zouden we een heel ander programma kunnen wijden. Ja. Toch weer even over die standenkwestie. En dat verhaal wordt misschien door een aantal van jullie onderschreven. De rol van het schoolhoofd. Bram, welke naam valt dan? Barretta. Barretta. Zeg het nog een keer. Ja, Barretta. Dat was een reserveofficier die troepentransporten naar Indië had begeleid. Hoofd van de lagere school. En toen mijn leraar uit de vijfde klas suggereerde dat ik misschien meteen naar de zesde klas kon gaan. Toen zei deze Barretta, later voorzitter geworden volgens mij van de VVD, zegt dus alles. zei deze Barretta, arbeiderskinderen, waar mijn ouders bij stonden, waar ik bij stond, hoeven niet naar de HBS. Die kunnen ook heel goed bij de slager gaan werken. Zei deze, dit hoofd ene lagere school in een arbeiderswijk. Desalniettemin ging je naar de HBS. Jan Jaffer, dankzij meester Sieders. Dat was een ander verhaal. Ja. Want er was een meester in de vierde klas. Ja. Ja? De en meester van Sieders, uit de vierde klas, die had helemaal begrepen waarom die op die school in die wijk was. En dat was namelijk om kinderen daar, zoals dat dan heette, hogerop te helpen. En meester Sieders deed er alles aan om zijn jongens en meisjes zo hoog mogelijk op de scholen te plaatsen. Fantastisch onderwijs. Jan-Joop Sober. Bevriend met Gerrit. En Gerrit heeft hetzelfde meegemaakt? Nou, ik zou zeggen, aansluitend bij het voorafgaande. Ondanks zijn milieu, om het maar zo uit te drukken, kwam Gerrit toch maar mooi op het gymnasium terecht. Anderzijds, we hadden heel veel contact en ik zat veel bij hem. Maar hij kwam nauwelijks, of hoogst zelden, bij mij en mijn ouders over de vloer. De dominee. Ja. Een domineeshuishouding, daar voelde hij zich toch niet lekker bij. Is dat een soort van omgekeerd, een bestandsverschil toch? Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, want daar heb ik de beide dames, Mariette en Cootie, ook over gehoord. Dat Gerrit zich op enig moment, zonder dat vervelend te bedoelen, zich boven jullie verheven vond misschien. Of in een andere wereld vond verkeren. Of dingen deed waar je niet bij kon. Hoe was dat? Zo voelde dat wel. Maar dat wil niet zeggen, hij was zijn tijd ver vooruit. Hij kwam in die vierde klas, had dus even in de zomervakantie zijn Latijn en Grieks bijgespijkerd. Werd daardoor dus ook ontzettend gehemeld door de lerares oude talen. De klassieke talen. Dat was natuurlijk ook fantastisch. Nou, wij zaten daar te sappelen en waren nog lang niet zo ver als Gerrit al was. Maar die had daar de mythologie. Je had zich alles eigen gemaakt. Toch is van één van jullie de uitspraak dat het zo'n hechte klas was. Ja, nee, daar ben jij. Ja, het was een hechte klas tot Gerrit kwam, is voor mijn gevoel. Ja, maar toch niet alleen Gerrit, want de vierde klas kwamen er meer mensen bij. Dus de sfeer van de tweede en de derde klas, gymnasium, die een beetje consistent was, die werd opeens veranderd. Doordat er meer mensen ook van buitenaf bij kwamen. Dat was Gerrit een bijzonder geval. Wat kwam ook dat wij, Cootie, Rosita, ook een klasgenoot, met z'n drieën heel hecht waren. Kwamen ze dus altijd met die bus uit Eibergen. Nou, dat gaf al een band. We bleven over in het. Gaf ook een band. We liepen altijd rondjes hier zo rond de kerk. En zij werd heel erg bevriend met Gerrit en met jou, Jan-Jaap. En nog een Carla, ook uit de klas. Waardoor wij ook. Rosita Zeemer. Ja, precies. Ja. Waardoor wij een beetje aan de kant geschoven werden. Nou ja, dat is misschien wat te veel. Ons groepje werd een beetje opgebroken, daardoor opengebroken. Ja. Dat was ons persoonlijke gevoel. En maar, wat voor gevoel gaf je dat dan? Het was jullie klas niet meer? Of er was iets gebeurd waardoor er de sfeer veranderde? Als je aan Gerrit denkt, dan is dat vooral omdat hij toch ook veel belezender was dan wij. Daar konden wij niet aan tippen. Ja. En later las ik dus dat hij boeken jatte. Ja, en dat wist ik. Dat is een uitspraak van jou. Ja, wij lazen niet de boeken die hij jatte. Ja. En hoe zat dat met het jatten van die boeken dan? Ja, dat weet Jan Jaap wel. Dat weet Jan Jaap, ja. Laat dat heel sporadisch eens voorgekomen zijn.
En dan niet alleen bij boekhandel Albrecht, maar ook op het kraampje op de markt. Ja. Eén keer in de week. Ja. Dat waren voornamelijk dan antiquarische boekjes. Maar ik denk dat we dat niet moeten overdrijven. Het was geen crimineel... Nee, weer in verwoest Arcadië sleepte hij stapels met zich mee onder zijn kleren. Ja. Waardoor hij een hele dikke jongen leek, maar eigenlijk een mager scharminkel was. Ja, het is een beetje fictie zit daar wel bij, hoor. Ja, ja. Een beetje overdrijving misschien ook. Oké. Pensier, jij wilde er ook iets over zeggen, dacht ik. Over? Over dit, dat sfeerverhaal. Nee, omdat voor het eerst ook hoor dat Coty en Mariette zich een beetje los voelden ja. in het Eibergse clubje. Nee, ik zei tegen Ad, dat komt natuurlijk omdat wij met z'n drieën er niet meer waren. Dat, ik heb het ook goed kort voorgehouden in die klas hoor. Een aantal verhalen en anekdotes en ik ga even naar Henk, naar Henk Lammers. De eerste druk van de werken van Gerrit Komrij, daar ben je verantwoordelijk voor, zou je kunnen zeggen, door het feit dat je kunstzinnige aspiraties had. Hoe ging dat in zijn werk? Je hebt er een heel verhaal ook over gemaakt. Ja, klopt. Nou, het was zo, ik had dus wel kunstzinnige ambities. En op een gegeven moment had ik nieuwjaarskaarten gemaakt. Dat was in de... December 1963, dat zijn deze kaarten. En dat was een serie van vijf. En die liet ik zien aan onze tekenleraar, meneer Van de Essenburg. En meneer Van de Essenburg, die zei... Nou, dat zijn hele aardige werkmanimitaties. Maar jij hebt al die letters gesneden uit een stukje linoleum. En dat is niet goed. Werkman werkte met affiche-letters, met bioscoopletters. Dus jij moet in de kerstvakantie maar eens naar drukkerij Holders. En dan zeg je maar dat ik je gestuurd heb. En dat je daar met houten blokletters van die grote affiche-letters moet drukken. Nou, ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben er naartoe gegaan. En ik werd daar binnen gelaten. Ik heb mijn kaarten laten zien. Maar wat bleek? Het echte zetten, volgens mij was dat meneer Holders die me daar ontving. Het echte zetten van het mooie drukwerk gebeurde niet met die lompe affiche letters, maar met lood. En of ik niet iets in lood wilde zetten. Nou, dat wilde ik me al te graag. Alleen het probleem was, ik had geen tekst om te zetten. Dus nadat ik daar een ochtend geoefend had met een zethaak en met wat lode letters, ben ik tussen de middag naar Gerrit gefietst. En heb hem gevraagd of hij niet nog een paar gedichten had, liefst niet te lang, die ik kon zetten. En toen heeft hij mij vier gedichten gegeven. Ik moest na het eten maar terugkomen. En dan zou hij wel gedichten voor me hebben. Toen heb ik vier gedichten gekregen. En die heb ik toen gezet en gedrukt. En dat is dan volgens Gerrit, en daar ben ik het helemaal met hem eens, zijn pseudodebuut. Want het was maar één velletje papier en als je dat dichtvouwde, ja, dan was het wel een soort boekje. Maar het was natuurlijk niet een echt boek en niet een echt debuut. Nee, hij ontkent dit debuut een beetje, zou je kunnen zeggen. Ja. 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 Toch maar hij heeft wel één van die gedichten als eerste opgenomen in zijn verzamelbundel Alle gedichten tot gisteren. Ja, dat het betreft dus wel zijn eerste gedicht. Ja. 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 Dus dat wel. Zo verscheen Gerrit dus voor het eerst in druk. Ja. Dan is er nog een ander verhaal in de sfeer van de anekdotes. En dat gaat over de boerenjongens of de wekflessen van het Zwaantje. Wie kan daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik ook wel doen, want ik heb nog een maar berichtje. Maar Tom weet er volgens mij ook veel van. Nou, net zoveel als Henk hoor. Goed, dan wachten we even wat Henk gaat vertellen. Hij heeft meegegooid en dat heb ik niet, dus dat scheelt. Er was een verjaardag gevierd? Ja, dat was mijn 18e verjaardag. En er werd gedronken? Er werd gedronken. Ja. En men werd luidruchtig? We werden luidruchtig. En men moest het huis uit? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. En we liepen het dorp in. En daar hebben we ons enigszins misdragen en daarover is een bericht verschenen in de Nieuwe Winterswijkse Courant. Ik kan dat wel even voorlezen. Voor de analen, ja. Afbraak Zwaantje versneld, Winterswijk.
Een zevental jongelui, komend van een feestje, heeft de afgelopen nacht omstreeks 3 uur vermoedelijk gemeend dat het oude zwaantje niet snel genoeg wordt afgebroken. Zij haalden er namelijk het een en ander uit en gooiden het op straat. Onder meer een glas met abrikozen, waarover zij netjes een mat legden. De politie heeft zich na een telefoontje op de hoogte gesteld van de versnelde afbraak en zij kon 2 jongens, een 18-jarige Winterswijker en een 20-jarige Amsterdammer achterhalen, die ervoor moesten zorgen dat de straat er weer netjes bij kwam te liggen. Wie was die 20-jarige Amsterdammer? Dat was Gerrit natuurlijk. Ja. Dit speelde zich af in de zomer van 1964, toen werd ik 18. En Gerrit kwam dan uit Amsterdam wel terug naar Winterswijk in zo'n zomervakantie. En ja, we waren dus met z'n zevende, dat kan wel, zo ongeveer. Maar Wim was erbij, Ton was erbij. Wij hadden geen enkel probleem om ons uit de voeten te maken. Maar Gerrit niet. Gerrit, volgens mij vond hij het allemaal wel interessant en koket en heeft hij zich gewoon moedwillig laten oppakken. Samen dat is het verhaal waar ik even wil onderbreken en Ton het woord wil geven, want jullie bleven buiten staan. Er was iets met wekflessen, dacht ik, maar ik hoorde dat abrikozen waren en geen boeren jongens. Dus het was nog redelijk onschuldig, er zat geen drank in. Dat zijn boerenmeisjes hoor, met abrikozen. Oh. Vind ik ook goed. Maar hoe ging het verhaal verder? Nou ja, ik heb gezegd, ik heb me uit de voeten gemaakt. Ja, maar er is vervolgens wel wat gebeurd waar je toch ook kennis van hebt genomen. Ja, de politie heeft die jongens meegenomen, dat is net voorgelezen al. Ja, ja. Ja. Nee, verder weet ik daar geen mooie verhalen van te maken. En waarom maakten jullie je uit de voeten, Wim? Ja, de politie kwam eraan. Ja, dat is een beetje lafaards. Iemand belde op en toen kwam de politie. Henk, waarom hang jongen, Gerrit en jij staan? Nee, ik bleef niet staan. Die 18-jarige Winterswijker, dat was Herman Hulshoff. Oké. En die is later nog iets heel moois geworden bij Defensie. Als ik het goed heb, plaatsvervangend secretaris-generaal. Maar ja, of Herman te netjes was, of dat hij solidair wilde zijn met Gerrit, of dat hij zijn verantwoordelijkheid wilde nemen, ik weet het niet. Maar zij zijn opgepakt en uit dat Volkswagenbusje van de politie kwam een bezem en zij moesten alles weer netjes opruimen. En daarmee was de zaak afgedaan. Geen bekeuring, geen... Nee, voor zover ik weet helemaal de rotzooi niets. Moest op worden geruimd en er mochten geen fietsbanden lekken. Nee. Een volgende punt. De coming-out van Gerrit Komrij. Die wordt door een aantal mensen gesitueerd in Winterswijk. Een aantal anderen zegt, dat moet in Amsterdam zijn geweest. Ton, wat is jouw herinnering dan? Wanneer werd duidelijk dat Gerrit misschien toch niet op meisjes viel? Nou, ik heb straks al gezegd dat ik zelf er geen idee van had toen hij mij dat gedicht gaf. Maar op een gegeven moment correspondeerde ik met hem en kreeg ik een brief uit Amsterdam. En dan schrijft hij een keertje, na een heel verhaal daarvoor: Amsterdam is een prettige stad. Er zijn veel soortgenoten, hoor ik. De zaak is, soortgenoten? Vraagteken. Vraag Fred Wissing maar. Die ken je toch? En Fred Wissing schrijft er dan met zijn eigen handschrift bij: je laat het. Dus die is blijkbaar in de zaal aanwezig. Dus ja, dat is dus een eerste hint. En later in de latere brief komt het erop neer dat hij zegt dat ik... Dat hij een zwaar leven heeft als homoseksueel, want die worden altijd achtervolgd, beledigd, geslagen enzovoorts. Jan-Jaap, als goede vriend van Gerrit, was je je bewust dat hij een andere voorkeur zou hebben? Pas op het allerlaatste moment, dus vlak voor dat eindexamen, toen bleek er iets, ook nog niet eens helemaal duidelijk wat, alhoewel ik het ook wel begreep. En vrijwel direct daaraan aansluitend zijn hij en ik 3 weken met elkaar op vakantie in Zwitserland geweest. En toen heeft hij er over verteld. En was mij verteld? Helemaal helder wat er aan de hand was. Mag ik zover gaan dat ik zeg dat hij mogelijkerwijs zelfs avances maakte? Nou, het zou kunnen. Het zou kunnen dat hij dat geprobeerd heeft. Maar dat wilde je niet zo voelen? Nee, daar maakten we ook... Want dat was toch in een vriendschap die op andere leest gegroeid is? Ik denk het wel. Ton, heb jij daar ook een ervaring mee?
Wat later in Amsterdam? Nou ja, in Amsterdam kwamen wij bij hem op bezoek. Wij. En dan gingen we met hem uit. En dan werden we naar cafés meegenomen waarvan we nog nooit eerder gehoord hadden. Die er heel anders waren, waar alleen maar hitsige dansende mannen stonden. Die contact met je probeerden te maken. Dus ja, echte homocafés. Een vreemde wereld voor ons. Ja. En ja, dat toen was het heel erg duidelijk natuurlijk aan de hand. Koti, jij bent ook getuige geweest, mogelijkerwijze, van een voorval waarin dit aan de orde was. Het eindexamenfeest in Varsseveld. Ja, dat klopt. Wat kun je daar meer over zeggen? Nou, in die tijd was Rosita, onze gezamenlijke Eibergse Rosita vriendin, Zeeman. Hè? Rosita Zeeman, waar hij ook zelf over schrijft trouwens. De Eibergse connectie. Die was zijn vriendin in die tijd. En ik weet dat halverwege dat feestje er iets voor ons ergs gebeurde. Want Rosita trok zich terug met Gerrit in een kamer. En daar werd een hele tijd gepraat. En Gerrit moest ook huilen, wat ik me herinner. En niemand wist wat er aan de hand was, want wij dachten helemaal niet aan deze mogelijkheid. En toen bleek dus dat hij verliefd was op een jongen in de klas. En die waarschijnlijk zijn avans niet beantwoordde. En dat was een drama. Ja. En dat herinner ik me, want daarna is hij op een ander feestje bij mij thuis niet gekomen, want dat kon hij niet aan. Bram Stemmering, Gerrit provoceerde en ook op dit punt deed hij iets wat misschien toen heel stoer leek, maar achteraf wellicht toch minder gelukkig uitpakte. Wat was dat? Hij heeft een keer tijdens het bekende bloemencorso in Winterswijk in augustus, is hij met zijn vriend voor de optocht uit gaan lopen. En hij in een donkerroze broek met een lichtroze overhemd en zijn vriend omgekeerd, kan ook weer omgekeerd zijn, maar in ieder geval in het roze alle twee. Zo'n 50 tot 100 meter voor de optocht uit. Zodat heel Winterswijk kon zien wat er aan de hand was. In Winterswijk werd over dit soort zaken nooit gepraat. Dan werd alleen in het Achterhoeks dialect gezegd, dat is ne bijzonder. En zo werd daarover gepraat. En dat was voldoende. Dan wist iedereen waar het over ging. Ik ken de term in het dialect, geloof ik iets anders, maar lieve jongens. Zegt jullie dat wat? Dat is een bijzondere jongen. Ja. Bijzonder. Maar hij heeft daar later tegenover mij heel vaak zijn spijt betuigd dat hij dat zijn ouders heeft aangedaan. Maar die hebben dat jaren na dato moeten horen. Deze provocatie. Wanneer, op dit gebied. Wanneer gebeurde dat? Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat hij toen vrij kort in Amsterdam was. Ja, ja. Schat ik in. Dus toen schat hij jaar of 2021? Ik kan er geen jaar op plakken. Zo. Ik heb het wel geprobeerd na te vinden. Ik ga naar langzamerhand het laatste deel van deze opname, deze uitzending. Wes Onland, je bent bij Gerrit Komrij thuis geweest in Amsterdam met een missie. Want Theo Meijering, de directeur van de bibliotheek hier, wilde heel graag dat Gerrit Komrij de nieuwe vestiging aan de Spoorstraat opende. En jij zat in het bestuur van die bibliotheek. Dat is juist. Het contact liep in die tijd tussen de directeur en Gerrit via zijn broer Piet. En Piet kwam op een gegeven moment met de mededeling aan Theo. Dat hij zei, ja, Gerrit wil even niks van Winterswijk weten. Of in elk geval heeft geen zin om naar Winterswijk te komen. Dus dat lukt dus niet. En toen zei Theo, nou, wil jij niet eens met Gerrit contact opnemen in Amsterdam? Probeer jij eens hem naar Winterswijk te krijgen. En daar heb je het telefoonnummer was toen niet bekend van Gerrit. Dat wilde hij niet bekendmaken. Maar toen heb ik met Piet overlegd en heb ik toch het telefoonnummer gekregen. Gebeld, een afspraak gemaakt. Toen ben ik op een avond naar Amsterdam en schoonouders die woonden in Amstelveen, dus dat was geen probleem om daar te logeren. Dan ben ik s'avonds naar Gerrit gegaan in de Jacob van Lennepkade. En ik heb niet zo'n goed geheugen, maar dit soort dingen herinner ik dan altijd bijzonderheden. En de bijzonderheden van zijn verblijf toen in de Jacob van Lennepkade was dat ik daar binnenkwam. Het is vroeger een oud pakhuis geweest. Dat was van de binnenkant helemaal van beneden tot boven de derde of vierde verdieping was helemaal open. En het was allemaal met glas en licht.
een zee van licht. Dat imponeerde wel als je daar binnenkwam. En ik heb begrepen dat jullie urenlang, je zei een avond en een halve nacht. Ik ben door mijn zwager om een uur of negen gebracht. Ik zeg, nou, ik bel je wel als we klaar zijn. Ik dacht, nou, een uur of elf. En ik geloof dat ik om 4 uur belde met mijn zwager van, we zijn zover. Gerrit had ook niet zo moeite om te komen, hoor. Alleen het budget wat ik meegekregen had van het bestuur, dat was iets lager dan hij vroeg. Maar ik dacht, nou, dat zal geen probleem zijn. Was het ook niet. Je had hele intensieve gesprekken met hem, nauwelijks over die opening, over de hele wereld, begreep ik. Maar wat je daarin in het voorgesprek zei, wat me opviel was de afstand die hij schiep. De afstand waar, nou ja, letterlijke zin, waar Wim in figuurlijke zin over sprak. Hij is ook in latere contacten met PC Hoofdprijs is in Winterswijk geweest en heb ik hem ontmoet. Dus het persoonlijke contact was niet ver. Dat vond ik buitengewoon aangenaam trouwens, want ik had hem een jaar of 20, 25 niet meer gezien. En hij herkende mij, dat vond ik al heel wat. En het gesprek was ook niet afstandelijk. Alleen de ruimte waarin hij leefde was wel. Het was een hele grote kamer. Hij had, in elke hoek had hij een stoel staan. En ik zat in de ene hoek stoel en hij in de andere hoek stoel. Op de lange kant. Dus ik denk dat de afstand wel een meter of 10 was. Maar we hoefden niet te schreeuwen, hoor. Maar het was wel, ja, het had een bepaalde sfeer. Ja. En met een vitrine tussen ons in, met zijn reliquieën die hij had verzameld. Kortom, en aan de overkant was een mooie sofa en daar lag Charles op gedrapeerd. Maar Gerrit kwam pas los. Die zich niet zo met het gesprek bemoeide, overigens. Hoor. Maar er wel was. Gerrit kwam pas los in vertrouwde kring. En vertrouwde kring, dat was ook toen ik een keer met mijn vrouw, mijn zoon en zelf in Utrecht een boek van hem in ontvangst nam. Met allerlei prenten er ook in en litho's en weet ik wat allemaal. Toen zei hij, ik kom even bij de familie zitten. En toen kwam hij bij ons drieën zitten en als je dan met hem praatte, dan zag je Gerrit Komrij. Ja. Verder zag je de poseur. Ja. Dat is een mooie overgang naar het ene laatste deel van waar we het hier vandaag over hebben, het leven van Gerrit Komrij in het begin van de jaren 60. Klas- en schoolgenoten. De mens Komrij, Mirjam Daalde. Wat kun je over Gerrit zeggen? Jij was niet een klasgenoot van hem, nee. Want jij zat op de MMS. Deed mee in het stuk van Tsjechov. Jij was daar zijn echtgenote. In wording. Ja. In wording, ja. Of minnares. Ik weet niet hoe het precies zat. Maar vervolgens, ja, wat voor mens was Gerrit? Ja, nou, ik heb het even opgeschreven. Ja. Als ik het niet erg is, op mijn oude dag. Toen ik hem leerde kennen, zag hij er bleek en kwetsbaar uit. Zijn doofheid accentueerde dat. Ik heb vaak gedacht, wat moet dat moeilijk voor hem zijn? Maar hij had een luide, dramatische stem, kwam met prachtige volzinnen en kwinkslagen. En hij was belangrijk in het literaire en het toneelleven op school. Hij was perfectionistisch, ook als regisseur. Alles moest tot in de puntjes in orde zijn. Wie was hij echt? Hij was vriendelijk, maar ook afstandelijk. Enigszins wantrouwend. En het was niet gauw goed. Hij gaf messcherp commentaar op de zwakheden en onvolkomenheden van de mens. En zijn taalgebruik was fantastisch. Hij was niet mild over het menselijk tekort. Hij was wel mild in de menselijke relatie. Dat denk ik wel, maar wel toch wel heel afstandelijk ook. Tenminste, was mijn ervaring. Hij heeft weinig geschreven over zijn eigen gevoel. In Demonen vond ik wel iets. Er bestaan, mag ik even citeren? Ja. Er bestaan externe factoren die me bij elkaar net een minimaal vereiste existentiële tevredenheid bezorgen. Existentiële tevredenheid vanzelf, geen tevredenheid van spaarlamp en nachtkaars. Wel de tevredenheid van op het nippertje missen van strop en valbijl. Verder kan ik mezelf niet luchten. Sedert de dag dat ik in de spiegel kon kijken, niet. Er heeft altijd een dwerg in me geleefd die me op mijn dwergachtige plaats in de wereld wijst. Zie je niet hoe mensen met een grote boog om me heen lopen? Je stinkt en doet pijn aan de ogen. Ik schaam me voor mijn schaduw.
En dan na deze pijnlijke ontboezeming gaat hij weer snel terug naar waar hij het beste in is. Ik pak het verkeerd aan. Ik moet intensiever aan mijn medemensen denken. Mijn afkeer van de kruiperige, stinkende, inhalige mensheid is de oorzaak van mijn onvrede. Hoe kon ik zo stom zijn? Waren het schrijven en de woorden een wapen, een verdedigingswal tegen angst, pijnlijke gevoelens en kwetsbaarheid? Dat heb ik me vaak afgevraagd. Ja, dus dat... Want je gaf ook, toen we bij jou op bezoek waren, aan dat je soms wel een beetje medelijden met had. In ieder geval mededogen. Ja, ik kon me in hem verplaatsen en ik zag dus een figuur die dus er slecht uitzag. Hij had een gehoorapparaat. Hij was wat zwak. Laten we zeggen, het was niet een standaard mens. En ik kon me daar dan wel inleven van, goh, hoe is dat nou om zo te zijn? Dus ik voelde zijn kwetsbaarheid ook onder al die buitenkanten, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En daar had je wel empathie voor? Ja, ja. Zeker. Ja. Ton Rering, herken je dit? Nee. Hij had wel iets heel bijzonders in zijn spreken en in zijn gedaante en in zijn lopen. Maar ik vond hem uiterst zelfverzekerd. Ja, daar waar meer harde kern kwetsbaar, zeg jij, hij had kracht. Ja, hij had kracht. Ja, en ik zeg dus dat die zelfverzekerheid een panzer was. Passade. Een veilige muur om die andere kanten te beschermen. Jan-Jaap, is dat zo? Welke versie ligt bij jou dichtstbij? Ja, de tussenin, zullen we maar zeggen. Ik vind het moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen of aan toe te voegen. Voor mij was hij vooral een trouwe vriend. Ja. In die schooltijd. Je hebt nog een gedicht van die trouwe vriend. Ja, dat... Zou je dat nu willen voorlezen? Dat is goed. Dat sluit dus op waar we het straks even over hadden. Toch een beetje die arrogantie. Ja. Nou, het heet Winterswijk 1962. En gaat dan als volgt. Een zolderkamer in de Omenstraat. Twee knapen. Pubers met puisten nog. Ver van de meute. Ovidius, Homerus, nooit meer slapen. Vertalen, disputeren, Heine, Goethe. De laatste hand aan een toneelstuk, zelf bedacht. Verhaal, gedicht, het schoolblad alweer vol. En kijken naar de sterren in de nacht. En dan nog repeteren voor een rol. Een soort Arcadië, nog niet verwoest. Je nam elkaar zoals je was. Twee zielen die bij momenten even samenvielen. Verheven boven al die imbecielen. De lokroep van de stad die nader kwam. Op naar het leven, op naar Amsterdam. We hebben bijna een uur gepraat over Gerrit Komrij. En er zijn nog vele verhalen te vertellen. Want uit alle voorgesprekken heb ik nog wel 4, 5 punten met die ik met jullie graag zou willen delen. Maar helaas gaat het niet. Alleen, er is nog één element dat we jullie niet willen onthouden. Ik heb een speciale gast. Misschien wil hij binnenkomen. Ah, daar ging het om. Nou ja, Jaap. Die krijgen we nu. En we zijn vol verwachting wie dat mag zijn. Ja, duidelijk. Jezus, wat. Dus of de paus binnenkomt. Komt u verder. Ja, ik hoor het al. Ja. Ik kan het niet helpen. Ze hebben mij gevraagd of ik even kwam. Ja, en we zijn blij dat u bent. Kent u deze meneer? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk kennen we die. En wie is dat? Ben Renskes. Ben Renskes. Mag ik u vragen? Wij hadden hem niet. Oh. Daar? Ja? Ik ook niet. Ja, moet. De Bruin. Nee, het moet niet, het mag. Nou ja. Kijk, meneer Stemmeling. Ben Renskes, toch gelijk, ja. Docent Nederlands. Ja. Wat is de relatie van Ben Renskes met deze klas, met deze klas en schoolgenoten van Gerrit Komrij? Wat zegt u de naam Blobbers, meneer Renskes? Niks. Ik hoor het voortdurend, maar ik wil niet weten wat het betekent. Ik wil niet weten wat het betekent. Toch kreeg u ze over de vloer. Ja, dat is klaar. Dat zijn de jongens, die oude HBSB'ers. Ja. En Scholz en Ton Rering. Ja. Willem zit daar. En Wes Onland kent u ook, maar niet als Blobbers. Ken ik, maar Wes zat op het gymnasium. Ja, en natuurlijk Henk Lammers, die was er ook bij toen. Henk Lammers, jullie kwamen bij een leraar thuis. Dat zou tegenwoordig bijna ongepast zijn, maar het kon toen. En waarom kwamen jullie bij Ben Renskes thuis?
Ja, op uitnodiging natuurlijk. We belden niet zomaar aan. Maar hij nodigde ons uit. En dan waren we met z'n tweeën of met z'n drieën. En dan praten we over literatuur. Maar het ging ook wel over andere zaken. Ik kan niet zeggen een soort vaderfiguur, maar hij had wel allerlei wijze adviezen. En die gesprekken, ik vond ze altijd erg leuk en interessant. En die duurden ook vaak heel lang. Want op een keer kwam ik denk s'avonds om 1 uur thuis. En toen vroeg mijn moeder, waar ben je geweest? Ik zei, bij meneer Renskers. Dat wou ze niet geloven. En toen heeft ze dat nagevraagd. En toen bleek het te zijn en toen was het helemaal goed. Meneer Renskers, was dat gebruikelijk, dat een leraar zijn leerlingen ontving thuis? Ik weet niet of het gebruikelijk was. Ik deed het omdat ik het leuk vond. Want het had ook een andere achtergrond nog. Jullie zaten, als ik me goed herinner, in HWS 4B. Ja. En Gerrit Komrij was jouw vriend. En de vriend van Wim en van Ton Rering. En we waren toen net bezig in de vierde klas met de modernisten, de experimentele, Lucebeer en Kouwenaar en dat soort kerels. En maar Gerrit dat, niks van moest hebben, geloof ik. Ja, maar dat was toen zo. Dat was, later kwam dat, heeft er ook ruzie mee gemaakt, hè, met die hele groep. Maar daar gaven we dan wat uitleg aan, hoe ze zich gedroegen, die kerels. En hoe je achter die raadselachtige manier van schrijven die ze erop nahielden, hoe je daar achter kon komen via die associatieve methode die we toen hadden. En daar ging Gerrit mee naartoe. Want dat was jullie vriend en daar praat niet mee. En ik waarschijnlijk het meest van allemaal en het best waarschijnlijk. Maar dat weet ik niet meer precies. Hij was in die tijd nog redelijk bescheiden. Hè? Ton, wat zijn jouw herinneringen daaraan? Ja, net als Henk, dat wij bij een leraar thuis kwamen. Dat was de enige leraar bij wie we thuis kwamen. En dat was omdat hij echt enthousiast les gaf over moderne literatuur. En wij daar steeds enthousiaster over werden. En wij praten daarover. En dat was ook een beetje een populaire leraar, want spelend in WVC, een begnadigd voetballer. Had spits van het Nederlands elftal kunnen worden. Dat was zo, maar zij voetbalde helemaal niet. Lui. Dat interesseerde ze. Dat interesseerde ze. We deden op school wel basketbal. En er was een hele ruige leraar die over die kleine leerlingen heen liep. En dat was Ben Renskers. Ja. Zo heb ik mezelf nooit gezien. Maar ik deed maar wat. Kun jij ook nog... Hey, wat toevoegen aan waar jullie het zo al over hadden? Een beetje misschien. Nou, in elk geval de literatuur tot en met de derde klas van de HBS, die ging over de literatuur tot 1870. Daar hield hij op 1880, met de tachtigers. En bij Ben Renskers begonnen met onder andere de allermodernste literatuur. Nee, dat is niet waar. Ton is het daar niet mee eens. Nee, de literatuurles begint pas echt in de vierde klas. Dus we zijn met Ben keurig netjes bij Van der Vos-Reinaarden en zo begonnen. Precies. Zoals voorgeschreven was. Maar hij heeft ons de moderne literatuur niet onthouden. Ik geloof dat hij tussendoor al wel zei, als je je leeslijst moet maken, dan moet je toch echt wel eens kijken naar Gerard Reven en Willem Frederik Hermans en dat soort mensen. Oh. Ja. Ja. Nog altijd mijn favorieten trouwens, vooral Reven. Ja. Meneer Renskers, u was dus toen docent Nederlands, ontving jongens thuis. En Gerrit, is die bij u thuis geweest? Ja. Ja? Ja. Had u toen al door dat dit de grote Gerrit zou worden? Ja, ik had er wel respect voor, moet ik zeggen, voor zijn kunnen. Maar dat had ook een andere achtergrond. Naast mij boven in dat lokaal zat De Bruin. En De Bruin was een leraar voor het gymnasium. Dat waren kleine klassen, was een oudere man. En dat ging allemaal prima. Ik was jong, Kamman was weg inmiddels, die volgde ik voor een deel op. En ik werd voor de jongens van HBSB gegooid. En dat zijn niet de makkelijkste. En zeker niet voor literatuur. Nee. Dat zijn beta jongens en de meesten hebben meer belangstelling geweest natuurlijk scheikunde dan voor literatuur. Maar deze drie hadden toevallig enorm veel belangstelling. Terwijl toch één van die drie wiskundige is geworden. Ja, Ton Rering. Ja, dat weet ik. Maar goed in alles. Wiskundigen hebben soms ook wel brede belangstelling. Ja. Wiskundigen hebben soms ook wel brede. Is dit niet een mooi moment om te zeggen, fijn dat jullie er allemaal waren. Fijn dat Ben Renskers ook de gelegenheid had om even te komen. En ik dank jullie al hartelijk voor de verhalen die jullie hebben beschreven. Als het gaat om het leven en een beetje het werk, de mens. En ook wel een beetje de provocateur Komrij. Nogmaals hartelijk dank voor deze klas van Komrij die bestond uit klas en schoolgenoten. Ik zou toch nog wel één ding willen zeggen over Ben Renskers en onze jaloersheid op de HBS'ers.
dat die Ben Renskers als leraar Nederlands hadden. En wij De Bruin, overigens niks kwaads van De Bruin, die overigens in Voorst Arcadië nog netjes zijn bijnaam vermeld kreeg. Frederik Fluweel, want dat was zijn bijnaam. Ja. En we waren jaloers, want meneer De Bruin kwam nooit verder dan De Verliefde Ezel van Louis Couperus, als ik me nog goed herinner. Ja, de tachtigers en een paar schrijvers. Nou, en daar hield hij bij. En wij wisten dat Ben Renskers altijd aan de HBS'ers van Treven, Wolkers, nou ja, noem alle schrijvers maar op, waar van De Bruin niet aan toe kwam. Niet aan toe kwam of er niks van wilde weten. Het laatste lijkt mij bijgebleven. Hij was best heel begaafd hoor, De Bruin. Die kon van alles in de 19e eeuw, daar was hij geweldig goed in. Maar ik heb ook in bepaalde opzichten iets aan hem te danken als het gaat om Gerrit Komrij. Want Gerrit maakte een naam met die avonden voor de eerste klassers. Schreef hij stukjes voor, dat weten we allemaal nog. En zo kwam ik met De Bruin in aanraking, die naast mij zat overigens, maar ik praat over andere dingen. En dan vroeg ik hem, laat je die jongens wel eens opstellen schrijven, laat me eens een opstel lezen van Gerrit Komrij. En dat deed hij dan. En dat vond ik bijzonder. Want dat was echt iets, niet dat hij toen al geweldig goed schreef, maar je kon er iets in voelen en proeven van dat komt helemaal goed. Dat wordt iets van bijzonder. En dat was het ook. Dat zijn hele mooie die opstellen mocht ik dus lezen, want stiekem natuurlijk, maar Gerrit werd dat niet verteld, dan had hij waarschijnlijk niet goed gevonden. Maar dat was, dat vond ik wel leuk. Echt. Met dit compliment aan de overleden Gerrit Komrij wil ik graag besluiten. Nogmaals hartelijk dank. Okay. Maar hij had wel lid voor van het Nederlands elftal moeten worden. Schandelijk.